Nee, joh. Dit is een stap hoog. Kom mee, even voorzichtig. Yes, ik ben. Ja? Hou hem tegen, hè, aan de andere kant. Het is nog een spannend klusje om de metersgrote replica die Nart Kwast maakte van een van Rembrandts schilderijen aan de muur te krijgen. En nou denk je niet eens, het is een heel groot schilderij, hè? Denk je, nou, vallen we goed, net iets naast de bank. Al weken wordt het voor de grote kerk in Apeldoorn groots aangekondigd. De Apeldoornse Rembrandt exposeert. Nee, daar ben ik heel erg trots op. En het voelt soms ook bijna een beetje surrealistisch. Dan zie ik dus die aanplak of die posters, hè, die grote dingen. En dan is het toch een beetje raar dat je dat dan van jezelf ziet. Dat je denkt, hè, moi? 17 schilderijen hangen er door de hele kerk heen. Blikvangers zijn natuurlijk de twee grote Rembrandt-replica's. Maar ook hangen er verschillende stillevens en landschappen. En ook zijn vriendin en zoon hebben een plek in de expositie gekregen. Ik maak nu gewoon wat ik maak. En ik heb altijd mijn dingen die ik ervan blijf vinden. En ik wil altijd nog vooruit. Dus ik dacht, ja, laat nou maar gewoon zien. En soms is niks en soms is het gelukt. En het maakt allemaal niet meer uit of zo. En dat vind ik wel fijn. Morgen opent NOS Nieuwslezer Annegien Steenhuizen, die ook project Rembrandt presenteerde, Nart zijn expositie. Tot half september zijn de schilderijen ieder weekend gratis te bezichtigen. Hangt goed, hè? Hangt goed.